Gewoon van appelmoes maken? Ja? Appeltaart maken. We hoeven niet meer naar de winkel om appels te plukken, want we kunnen hier appels plukken. We staan hier in een boomgaard, openbare boomgaard, waar iedereen mag plukken. Je ziet dat ze heel verrast zijn. De mensen zijn gewend dat boomgaarden van de boeren zijn, maar ze niet mogen plukken. Het is gewoon heerlijk om in de boomgaard appeltjes te plukken. Ja, gewoon gezellig. En ik vind het ook gewoon heel leuk dat ze ook eens aan de andere kant van de natuur, dat ze inderdaad echt zien hoe de appels aan de bomen hangen. Plukken is eigenlijk ontstaan 5 jaar geleden, toen we zagen dat die openbare boomgaarden niet goed onderhouden werden. En toen zei een aantal mensen van, nou, dan gaan wij die snoeien. En vervolgens gaan we activiteiten organiseren, dat mensen in een boomgaard komen om van de oogst te kunnen genieten. Ja, dus even wennen. Hun zijn natuurlijk echt gewend, de appels liggen in de supermarkt. Dus het is voor hen ook wel heel leerzaam, denk ik. Ja, het is leuk voor de kenjer. Leuk om te zien dat ze ook weten waar het fruit vandaan komt. Ja, gewoon dat samen doen is eigenlijk ook wel heel leuk. Ook appel.